Aan het begin van donderdagavond is op de Tienboerenweg in Meidrecht een ongeluk gebeurd. Een auto is in een greppel beland. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Iets voor zessen kwam de eerste melding binnen en gingen politie en een ambulance richting het ongeval. Even later werd ook de brandweer gealarmeerd, waaronder het duikteam. Uiteindelijk kon de bestuurder, met een beetje hulp van de brandweer, op eigen kracht uit de auto komen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.